Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 17 van de Eredivisie. We zijn halverwege en natuurlijk de wedstrijden die we gaan voorspellen voor de volgende speelronde. Laten we eerst eens naar die wedstrijden gaan kijken. FC Emmen heeft weer verloren met 1-4 van Vitesse. Dan heeft Sparta ook verloren met een doelpuntvolle wedstrijd met 3-5 van PSV. FC Utrecht won met 2-0 van Heracles. PEC verloor met 0-2 van Fortuna. AZ won op het nippertje met 2-1 van ADO. Dan hebben we drie gelijke spelen. RKC Willem II werd 1-1. Groningen Twente werd 2-2. En VVV Heerenveen werd 1-1. En de klassieker, de eerste klassieker van dit seizoen, werd gewonnen door Ajax met 1-0. Dan gaan we naar de ranglijst. Ajax staat bovenaan met 41 punten. Dan komt Vitesse met 38 punten. PSV staat derde met 37 punten. Dan komt Feyenoord met 35 punten. AZ staat vijfde met 34 punten. Dan hebben we FC Groningen op de zesde plaats met 31 punten. FC Twente staat zevende met 28 punten. Dan komt Heerenveen op de achtste plaats met 22 punten. Sparta en FC Utrecht hebben 21 punten. Dan komt Fortuna met 19 punten. Heracles staat 12e met 18 punten. Dan hebben we PEC Zwolle met 17 punten. VVV staat 14e met 16 punten. RKC staat 15e met 14 punten. Willem II en ADO hebben 10 punten. En onderaan staat FC Emmen met 5 punten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. Mikey staat bovenaan. Die heeft Luc ingehaald en heeft 145 punten. Dan komt Luc op de tweede plaats met 144 punten. Nak en Gerben hebben 138 punten. Dan komt Dilano op de vijfde plaats met 136 punten. Jesper staat zesde met 135 punten. Tijn staat zevende met 134 punten. En Novio Magen, de weekwinnaar van deze week, staat achtste met 128 punten. De volledige stand is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. Dan hebben we ook weer KNVB-bekervoetbal. De laatste 16. MVV ontvangt thuis Excelsior. Vitesse moet tegen ADO Den Haag. Volendam moet thuis tegen PSV. FCM ontvangt Heerenveen. Feyenoord moet thuis tegen Heracles. We hebben de topper AZ tegen Ajax. NEC ontvangt Fortuna. En VVV Venlo moet het met Guil Marcus, die bovenaan staat in de topscorerslijst in de Eredivisie, die ontvangen Go Ahead Eagles thuis. En dan zijn dit de wedstrijden die we gaan voorspellen voor speelronde 18 van de Eredivisie. Willem II ontvangt PEC Zwolle. ADO Den Haag moet thuis tegen FC Emmen. Vitesse tegen FC Groningen. PSV moet thuis tegen RKC. Heracles ontvangt Heerenveen. Fortuna speelt in Sittard tegen Ajax. FC Twente ontvangt VVV. FC Utrecht moet thuis tegen Sparta. En dan hebben we nog een topper op het programma, Feyenoord tegen AZ. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel graag op de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.